Nou, zoals als u al eerder bij ons bent aangesloten geweest bij de webinars, dan heeft u vast het woord sleutelpersonen al meerdere keren hebben horen vallen. En dit hele webinar staat in het teken van sleutelpersonen. Wie zijn sleutelpersonen? Wat doen ze? En waarom zijn ze zo belangrijk? En hun werk van sleutelpersonen wordt zo erg gewaardeerd dat de frontvrouw, of de vrouw die aan de basis eigenlijk staat van alle sleutelpersonen in Nederland, afgelopen jaar ook een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen en zelfs benoemd is tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dat is mevrouw Sarah Naleijen. En zij is vandaag bij ons en zij gaat zo meteen starten met een presentatie over EFSAN en over, nou, ze gaat meer vertellen over wie sleutelpersonen zijn. En daarnaast hebben wij vandaag Jeannette Jansen en Nabila Salih. En zij gaan vertellen over een concreet project, zoals dat in de regio Haaglanden wordt uitgevoerd. En Nabila gaat ons ook vertellen over het werk van jongere sleutelpersonen en waarom dat zo belangrijk is. Aan u heeft gelegenheid om vragen te stellen, sowieso aan het einde, de laatste 10 minuten. Vragen kunt u stellen via de chat. Dat kan de hele tijd door. Een collega van mij die houdt de chat ook in de gaten. Dus waar mogelijk geeft ze daar al gelijk antwoord op. En anders komt dat aan het eind van het webinar. Zara, ja? Ik ga even jouw presentatie starten. Ja. Ben je er al, Zara? Ja, ik hoor jou goed. Hoor je mij? Ja, okay, prima. Ik ga nu jouw presentatie, even kijken hoor, ik moet altijd even zoeken. Share, slideshow. Ja, daar zijn we. Sarah, mag ik jou het woord geven? Ja, prima. Ja. Ga je ook de eerste beginnen bijvoorbeeld? Het is alleen van de, ja. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is, wie ben ik? Heel veel mensen kennen ik wel. Mijn naam is Zara Naleijen. Ik ben geboren en getogen in Somalië. Veel mensen denken dat ik ben ook psycholoog en dat soort, maar gewoon mijn laatste studie. Ik heb heel veel studie gedaan, biologie en dat soort ook, sociologie. En dan ik heb voor mijn master degree de laatste keer ik heb een gender study gedaan en studie van vrouwenontwikkeling, vrouwenstudie. Op dit moment ben ik ook programmamanager en adviseur van de VGV. Daarnaast ben ik ook trainer sleutelpersonen en professionals. Dus wat betreft van dit onderwerp ben ik ook lange tijd betrokken. Ik ben aansluitend van de EFSAN. En EFSAN is afkorting, betekent de Federatie van Somali Associatie in Nederland. Die ook opgericht in 1994. En toen heel veel Somaliërs kwamen in Nederland. En we hebben opgericht van EFSAN met het doel bevordering van de participatie van Somalië gemeenschap en integratie in Nederland. Op dit moment de EFSAN aansloten ongeveer 54 lokale organisaties, regionale Somalische organisaties in Nederland. Heel veel activiteit doen, maar een van de activiteiten die bezighouden de afgelopen jaren EFSAN is bestrijding tegen vrouwelijke genitale verminking op een landelijk niveau. Dus onze eerste campagne in Nederland, we begonnen in 1996, die heette de Besparu dochter de been van besnijdenis. Die was bijvoorbeeld vanaf Dokkum tot ook Zeeland en overal geweest om spreekbaar te maken van de meisjebesnijdenis. En toen 2002 besloten EFSAN en Faros hun krachten te bundelen en we begonnen in een project die heette van pleit naar praktijk. Die was ook Faros er meer gericht van de professionele en bij EFSAN meer gericht van de gemeenschap. Wat doet EFSAN op het gebied van vrouwelijke genitale verminking? Verven gemotiveerd, gesloten personen. En de gesloten personen, ik ga ook verder praten later. En het training, dus nu gesloten personen. Geving, bijscholing van de nu gesloten personen bij EFSAN. En wij doen normaal ook, we zijn de afgelopen jaren samenwerking met de Martina Bos, dat iedereen kan, van de training van de sleutelpersonen.
En dan dit sleutelpersonen, we geven ook de begeleiding, coaching van een lokale achterbaan om te organiseren van de voorlichtingenbijeenkomst. Wij doen ook na de training verbinding maken de sleutelpersonen, met name van de GGD in lokale niveau. Het ondersteuning van de lokale regionale zelforganisatie ook om voorlichtingenbijeenkomsten te organiseren. Wij zijn niet alleen werk bijvoorbeeld van de sleutelpersonen, maar wij zijn ook werk bij samen bijvoorbeeld de lokale zelforganisatie uit de verschillende land. Daarnaast, wij zijn de afgelopen ook jaren en nu ook ontwikkelingen zo eenvoudig en simpel voorlichtingsmateriaal in de verschillende talen, bijvoorbeeld de Tigrinian taal, Somalisch, Arabisch, Engels, ja, allemaal ook Nederlands. En daarna heeft FSN ook geleverd een bijdrage aan de ontwikkeling van de rechterlijnen in Nederland. We hebben ook heel veel ontwikkeling. Ik ben trots op wat hebben we gedaan de afgelopen jaren in Nederland. Onze ketenaanpak, protocollen, voorlichting, campagne, materiaal, dat we hebben ook deelgenomen bij ons. Deelnemen of opkomen, heel veel landelijke conferentie, expert meeting, overleggen op de nationale en internationale niveau. En op het internationale niveau altijd weer presenteren van onze Dutch model, onze VGV. Daarnaast functioneren FSN op het gebied van de bestrijding van VGV als advies en standbond. Bijvoorbeeld uit verschillende instanties. We hebben ook heel veel studenten geholpen. En wij delen ook alle onderzoek wat betreft van de VGV. En FSN ook lid en van de oprichter van de Europese netwerk NDFGM, de Brussels. Dus bestaat de NDFGM, European, dat VAROS en FSN ook nu lid in Europese niveau. Ja, dit is een kort introductie over. Wij zitten in Amstelveen, in dit adres. Voor verder informatie kunnen jullie altijd bij ons bellen. Elke dag vanaf maandag tot vrijdag, vanaf 10 uur tot 4 uur. Hartelijk dank. Dankjewel, Sarah. Ik besef me ook dat ik net vergeten ben om mezelf voor te stellen. Ook niet heel handig. ik ben Diana Geraertje en ik werk bij VAROS op het thema VGV. Dankjewel, Sarah. Ik heb alvast een paar vragen nu voor jou. Wat maakte dat EFSAN in de jaren 90 dat initiatief heeft genomen om aandacht voor VGV te starten? Hoe is EFSAN daarbij gekomen? In de jaren 90, bijvoorbeeld 92, 94, heel veel Somaliërs kwamen hier in Nederland als vluchteling. En voor mij ook in de tijd, ik was als student ook in Nederland. En dan, toen ik heb afgestudeerd en gedaan mijn masterdegree. En heel veel Somaliërs kwamen hier. We zijn opgericht in 94 van de EFSAN. En een van de onderwerpen in dat in de tijd was bijvoorbeeld de meisjesbesnedenis. Die de Somaliërs meestal gebruikelijk van dit traditie. En het was heel veel ook vragen, ook stel hier en daar. In de tijd heel weinig kennis over dit onderwerp. Heel weinig artsen die bijvoorbeeld in Afrika geweest zijn, wisten ook dit onderwerp. Daarom als een EFSAN, als een vrijwillige manier opgericht van dit onderwerp. En voor mij als een trekker begonnen bijvoorbeeld in 94. We moeten ook iets aan doen. En dan toen we spreken alleen Engels en we begonnen ook samenwerking met de instelling hier en daar, wat is VGV? En onze eerste campagne, we begonnen in 96. Dus als ik het goed begrijp, hè, er kwamen dan in de jaren 90 veel Somalische vluchtelingen naar Nederland. Ja. En die kwamen dan in aanraking met, die zagen waarschijnlijk vrouwen die of besneden waren of die daar heel veel klachten van hadden. En artsen wisten daar eigenlijk op dat moment nog heel weinig van. Ja, heel weinig, ja. En daarnaast ook 93 was er gelukkig maar in Nederland de wetgeving sinds 93. En daarom we hebben ook gezegd dat het is niet genoeg bijvoorbeeld alleen van de wetgeving. Maar de andere kant, mensen moeten ook hebben van de voorlichting. Waarom mag niet hier in Nederland? Dus de eerste groep hier voor 94 of voor 93, de eerste vragen, ze zeiden waar kunnen wij onze dochters besneden? Omdat het is in de tijd was 8 jaar, 90 jaar, het was de tijd van de besnedenis was. Bij ons begonnen en gelukkig maar onze ministerie VVS gesubsidieerd ook. De eerste project, 1,5 jaar, van is bij uw dochter de been van besnedenis, ja.
Ik begrijp het, ja. Dus mensen wisten eigenlijk, die naar Nederland kwamen, wisten op dat moment, die wisten ook nog niet dat het hier verboden was. En het was natuurlijk ook nog geen duidelijke wetgeving. Ja. Dus die waren eerder... Klopt, deze zijn geboren en getogen, ze zitten hier. Iedereen is besneden. Dus daarom, ze dachten ook in Nederland, je mag ook doen. Ja, mm-hmm. En Zara, kan je ons wat meer vertellen over wie sleutelpersonen nou precies zijn? Hoe word je sleutelpersoon? Of wie wordt een sleutelpersoon? Sleutelpersonen ook tegenwoordig, veel namen hier en daar. Bijvoorbeeld dat het is ambassador is en ook gesprekleiders en dat allemaal van de sleutelpersonen. Maar wat betreft sleutelpersonen VGV, wij zijn mannen en vrouwen uit, bijvoorbeeld voornamelijk uit Afrika, die ook, die komt ook, ja, dat praktiserende land, bijvoorbeeld Oost-Afrika, West-Afrika en dat soort. En dan wij hebben ook een soort criteria en een profiel. Iedereen kan niet zomaar ook sleutelpersonen worden, maar gewoon, we hebben ook criteria gedaan. Iemand die bijvoorbeeld tegen alle vormen van meisjebesneden is, of iemand die affiniteit heeft van dit onderwerp. Dat kunnen we ook. En dan we geven ook de basistraining bijvoorbeeld. En onze training ook is in Nederlandse taal. Hij hoeft niet fluent Nederlands, maar redelijk Nederlands. Iemand kan ook spreken. Omdat later de sleutelpersoon ook samenwerking met de professionals. Dus maar het belangrijkste punt is, iemand die wil graag echt dit onderwerp, wil graag iets doen, kan ook sleutelpersonen kan zijn, ja. Ja, dus het zijn mannen en vrouwen uit landen waar VGV gepraktiseerd wordt. Ja, ja. En die dan zelf heel erg echt gemotiveerd zijn om met dit thema aan de slag te gaan. En tegen alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn. Ja, klopt. En je zei net al even uit Afrika, want EFSAN, Federatie Somalische Associaties Nederland. Dus dan zou je kunnen denken dat het alleen gaat om mensen uit Somalië, mm-hmm. sleutelpersonen uit Somalië, maar dat is dus niet zo. Nee, het is net, we begonnen van de Somaliërs bijvoorbeeld in 2005, ik weet het nog, samenwerking met de VARES van dit project. En daarna we realiseren ook van de andere gemeenschappen, bijvoorbeeld de Sudanese, die... Somaliërs meer of minder hetzelfde cultuur en hetzelfde ook religie en dat soort. Dat was de tweede groep. Daarna we zijn uitgerold van de andere gemeenschap. En de laatste 5 jaar, we hebben ook betrekken van de mensen uit de Irakisch-Koerdisch. We hebben ongeveer 15 sleutelpersonen uit Irakisch-Koerdisch. We hebben ook getraind bijvoorbeeld een aantal Syrië-arts. Ze hebben niks te maken met de VGV, maar gewoon als in het bureau, ze willen graag iets weten. We hebben ook getraind als sleutelpersoon de afgelopen jaren ook de mensen uit Jemen, die ook professionele zijn. Dus niet alleen van de Somaliërs, maar gewoon, het is ook van de andere gemeenschappen, bijvoorbeeld Oost-Afrika, Eritrea, Ethiopië, Somaliërs, West-Afrikanen, Sierra Leone, Guinea-Conakry. Ja, ze zijn heel veel Nigeriërs. En ze spreken ook de voordeel ook verschillende talen, hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Ze spreken ook Frans, ze spreken ook Engels, ze spreken ook Nederlands en Arabisch. En hun daarnaast hun lokale taal. Dat is het voordeel van de sleutelpersonen, dat ze kunnen ook spreken verschillende taal. Ik begrijp het. En is het dan zo dat ze verspreid over heel Nederland zijn? Is er, of zitten ze alleen in bepaalde regio's? Ja, een aantal regio's zijn meer dan de andere regio's. Maar meestal bijvoorbeeld dat... We hebben ook de randstad in de regio Haagland. We hebben wel regio Rijnmond. We hebben ook wel Brabant. We hebben een aantal sleutelpersonen. Ook Noord-Nederland. We hebben ook wel minder in de Zuid-Limburg en dat soort. Misschien wel, we hebben getraind, maar sommige ook uitvallen van de sleutelpersonen. Maar gewoon ook, ik denk overal, meestal, we hebben bijna 300 sleutelpersonen all over in Nederland. Zeg maar. Wauw. Ja. En in je presentatie noemde je al een paar dingen wat sleutelpersonen kunnen doen. Maar kan je nog een keertje uitleggen, wat zijn nou de activiteiten van sleutelpersonen? Wat doen ze allemaal? De sleutelpersonen na de basistraining eigenlijk, ze moeten ook doen bijvoorbeeld de voorlichting van hun gemeenschap. Het is een heel lage drempel. Ze begonnen eerst een huisbezoek. En dan daarna, ze doen bijvoorbeeld huisbezoek betekent huisbezoek, 2 mensen of in gezin en dat soort. En daarna, ze kunnen ook doen huiskamergesprek, misschien 6 mensen ongeveer tot 8 mensen. En daarna, ze kunnen ook doen groepvoorlichting.
En misschien later ze kunnen ook training worden. Dat is het proces. Dus na de training, wat gaan we doen? De namens van de sleutelpersonen die getraind door EFSAN. We sturen bijvoorbeeld de lokale de GGD's. En de lokale de GGD's ook samenwerking ook met de sleutelpersonen. Bijvoorbeeld de continuïteit en de borging en dat soort. Dus de sleutelpersonen voornamelijk voorlichting geven. Maar de tweede ook activiteiten. Ze kunnen ook doen adviseur. Ze kunnen ook iemand die komt van de Nigeria bijvoorbeeld. Of iemand komt de Guinea. Ik ken niet de cultuur van de Guinea, maar gewoon iemand de oude cultuur van de Guinea kunnen ook bijvoorbeeld inschakelen tussen de gemeenschap en de professionals. Ze kunnen ook doen. Dus als ik het goed begrijp... Ze spelen ook heel groot rol als bemiddelaars bijvoorbeeld. Als bemiddelaar, ja. De bemiddelaar is dus, en de huiskamergesprekken en de voorlichtingsbijeenkomsten, die zijn vooral gericht op mannen en vrouwen uit de eigen gemeenschap. Klopt ja, dat? Ja, klopt dat. Ja. Maar gewoon ook de gesloten personen, ze ook delen hun ervaring, hun culturele ervaring, ook tijdens de conferentie, wat hebben we gezien, ook de Zero Tolerance Day. Tijdens ook de training van de professionals. Tijdens ook, kijk, de professionals, iedereen weet wat zijn meisje besneden is. Maar gewoon van de culturele grond. Of waarom de culturele achtergrond, bedoel ik, waarom de mensen willen graag doorgaan meisje besneden is. Ik denk dat soort of de vragen kan alleen ook de mensen die geboren en getogen dat cultuur kunnen geven van de antwoord. Daarom is het belangrijk ook dat de sleutelpersonen, ook de professionals, ook trainingen geven. Hun ervaringen delen en dat soort. Maar daarnaast ook de sleutelpersonen tijdens onze ontwikkeling van de voorlichtingsmaterialen, die zijn ook nodig van hun input. Omdat de materialen die we gaan ontwikkelen, moet gebaseerd worden vanaf de behoefte vanaf het veld. Dus de sleutelpersonen zijn ook de trekkers van alles wat betreft van de uitvoering van de VGV. Ja, dus ze doen eigenlijk dus enorm veel. Ze geven, ze geven direct voorlichting aan eigen gemeenschap via huiskamergesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten. Ze geven samen met professionals, kunnen ze training geven. Ja. Ze adviseren bij de ontwikkeling van materialen en projecten. En vertaling ook. En vertaling. En daarnaast de rol van de gesloten personen ook is niet moet, maar gewoon doorverwezen. Wat betreft van de nazorg spreekoor. Ja. Bijvoorbeeld, via de GGD's. Dat spelen ook heel groot rol. Ja, want kan je daar wat meer vertellen, Zara? Over, hè? Je zegt de sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het doorverwijzen naar bijvoorbeeld nazorg. Waarom is daar de sleutelpersoon zo belangrijk in die doorverwijzing richting zorg? Kijk, ik denk dat het belangrijk punt is dat de sleutelpersonen, ze kennen wel van de cultuur. Ze kennen wel bijvoorbeeld de cultuursensitiviteit. En ze kennen wel van hun gemeenschap, de taal. Bijvoorbeeld als iemand, ik ben geboren en getogen in Somalië, stel voor. Dus iemand de Somalië is, als hij vraagt vandaag voor mij of andere sleutelpersonen. En zij zegt dat ik wil graag naar de nazorg gaan. De manier ik ga altijd. Leggen is anders. Iemand komt bijvoorbeeld uit Guinea. Dus iedere gemeenschap, ze hebben ook specifiek, ja, bijvoorbeeld dat ze geven van de voorlichting of doorverwezen. Daarom het is heel belangrijk dat iemand komt van jouw gemeenschap, is altijd betrekken van dit. En daarom, ik zeg altijd, de inzet van sleutelpersonen, onmisbaar. Dus om te betrekken. Het is makkelijker voor hun. Omdat de doorverwezen, de manier het uitleg bijvoorbeeld is anders dan de andere persoon. En ja, dus de uitleg is anders. Ja, ik kan ook helpen als een tolk bijvoorbeeld alles nodig is. Ja. En is het dan ook zo dat als een sleutelpersoon, zeg maar bijvoorbeeld een vrouw verwijst naar nazorg, wordt daarmee dan de drempel lager? Bijvoorbeeld voor een vrouw om naar een huisarts of naar een arts te gaan? Ja, het is ook lichter aan. Kijk, als iemand wil graag bijvoorbeeld tijdens de huiskamergesprek, tijdens de groepvoorlichting, de mensen gaat vertellen dat nazorg bestaat. En sommige mensen, ze willen niet ook, ze zijn niet echt nodig van de gesloten personen. Omdat als ze privacy, of maar gewoon, ze kunnen ook spreken hun Nederlandse taal. Maar de vrouwen die echt nodig, om de vrouwen die kennen met elkaar,
Want de gesloten personen, ik denk, het is een lage drempel. Het is de beste out dat we wat hebben we gezien. Mm-hmm. Ja. Kan je nog... hoe als mensen een sleutelpersoon willen betrekken, hè, bij hun werk. Dus ik bedoel een professional, bijvoorbeeld een jeugdgezondheidszorgprofessional of iemand van Veilig Thuis of een arts. Hoe komen ze dan in contact met een sleutelpersoon? Wat betreft als een landelijk niveau bij ons ook. Wij moeten ook respecteren de privacy van de sleutelpersonen, hun gegevens, hun adressen en alles. We hebben alles als een sociale kaart bij de EFSAN. Dus als iemand wil graag, ze kunnen ook bij een EFSAN bellen, altijd. Dan kunnen we ook contact maken bij ons en we gaan regelen. Okay. Stel voor dat ik graag bijvoorbeeld specifiek land, dat ik wil graag bijvoorbeeld in Guinea, hoeveel vrouwen, dan we gaan ook regelen. Of we zoeken iemand die komt uit Guinea. Of iemand uit, bijvoorbeeld spreken Tigrinian, komt uit Eritrea. Dat we gaan regelen om onze kantoor. Oké. Okay. Dus jullie kunnen eigenlijk bemiddelen, hè, in het contact leggen met sleutelpersonen. Juist. En is het nou ook zo dat sleutelpersonen via jullie iets van begeleiding krijgen? Of intervisie of bij een nascholing? Hoe loopt dat? Ja. Elke jaar we hebben georganiseerd van de bijscholing, de nascholing en intervisie. En na de training krijgen we ook per jaar de sleutelpersonen komen bij ons elkaar. Ze gaan ook uitwisseling. Hè? Wat heb je meegemaakt? Wat was jouw challenge, uitdaging en dat soort. Ja. En daarna ze kregen ook van bijvoorbeeld de afgelopen jaren, ze kregen ook als een bijscholing, hoe ga je ook om met emotie en angst en stress? Omdat meisje besneden is niet makkelijk onderwerp. Ze kregen ook de juridische kant. Dat Anne-Marie, ze geeft ook heel veel sleutelpersonen. En dan een interessant onderwerp, ook nazorg en herstelopbrassen. We krijgen heel veel vragen over dat. Van de sleutelpersonen ook. En dan de sleutelpersonen, ze krijgen van de vrouwen, wat is herstelopbrassen, wat is de nazorg? Dat soort, dat krijgen we bij ons sleutelpersonen altijd bij scholing. Oké, dus eigenlijk zorgen jullie als EFSAN met samenwerkingspartners, zoals met Annemarie Middelburg of Martine Bos, zorgen jullie ervoor dat de sleutelpersonen elke keer weer de kennis krijgen of de bijscholing krijgen, waardoor zij antwoord kunnen geven eigenlijk op de vragen. Precies, we betrokken ook dokter Suad, ook. We betrokken ook Marissa, we betrokken ook de VAROS, hè, dat alle groepen ook getraind door de VAROS. Niet alleen bij ons, maar onze collega's, we zijn ook samenwerking. En hoe zit het eigenlijk met vergoeding, Sarah, voor de sleutelpersonen? Tijdens ook de manier wij werken bij ons is een projectmatig. Want de projecten, je weet, het begint in dag en in dag. En de activiteit altijd heeft in een bepaald bijvoorbeeld een budget. En tijdens bijvoorbeeld als sleutelpersonen doen 2 huiskamergesprek en dat soort. We krijgen ook per huiskamergesprek, we betalen 75 euro. Stel voor dat soort. En dan bij huisbezoek, ze krijgen ook 50 euro als een vrijwillige vergoeding. En dan wat betreft de training is helemaal gratis. Oké. Ja. Laatste vraag, Sarah, voordat we doorgaan naar... ik doe iets raars. Ben ik nog te zien? Ja, ja. Oh, gelukkig. Je noemde net al even uitdagingen en knelpunten. Hè? Kan je een paar uitdagingen en knelpunten noemen voor sleutelpersonen? De knelpunten en uitdagingen uit mijn ervaring altijd. Hè, van, ik mis voor mij ook, hè, de manier wij werken, ook een projectmatig. Hè, ik mis van de structureel borging van een VGV-programma en inzet van de sleutelpersonen. Altijd dat is spannend. Hè, dat je werk van de project is klaar. Je moet ook hoeveel de afgelopen 5 jaar, dankzij van het ministerie VVS, bij ons gesubsidieerd. En we gaan gewoon ook door van dat subsidie. Maar de andere ook kanaalpunt is bijvoorbeeld bij betrekking van de gesloten personen bij de professionele instelling is nog niet genoeg, is onvoldoende. Helaas, dat ik heb gemerkt, sommige regio's geven nog te weinig ruimte van de gesloten personen. Ja, dat is ook onvoldoende te benut, bijvoorbeeld de mogelijkheden aan krachten van de gesloten personen. Dat ik vind ik tot nu toe jammer. En gesloten personen, ik denk, we moeten zien als een partner, als een gelijkwaardigheid, als een
Ja, daarom ik adviseer alle instellingen bijvoorbeeld reserveren uren in het bedrag van de sleutelpersoon altijd. Iedereen, wij zijn in Nederland, iedereen gaat plan maken en dan jouw plan ook in van het budget maken. Dan sleutelpersoon uren ook reserveren van dat jaar. En zoek naar de borging zoveel qua inzet en qua financieel. Dat gaat ook voor mij adviseren van de professionals, ja. Oké, dus eigenlijk jouw appel is, hè, van we werken vaak van project naar project. Dus ja. Zoek naar structurele mogelijkheden. Maar ook als je een nieuw project start, zorg dan dat je in je begroting ook budget en uren opneemt voor de inzet van sleutelpersonen. Ja, exact. En zie hen als een gelijkwaardige partner daarin. Partner, niet alleen van de vrijwilligen en dat soort. Ze zijn vrijwillig eigenlijk. Sommigen hebben wel werken, de anderen zijn ook student. Dus ja. Maar we moeten ook rekening houden dat je moet ook ergens betalen van hun vergoeding. Ik begrijp het. Zara, voor nu dankjewel. Je komt aan het eind, zien we jou weer terug, want dan gaan we nog vragen ook vanuit de chat behandelen. Oké, dankjewel. Tot straks. Ja, dankjewel Zara. Jeanette Jansen van GGD Haaglanden. Ben jij in de house? Ik ben in de house. Daar ben je. Jeanette, mag ik jou het woord geven? Wil jij wat vertellen over wat jullie in de regio Haaglanden... Hoe jullie samenwerken met sleutelpersonen? Nou, dat wil ik wel. Ik zal het maar met name even op de jongeren richten. Daarna zijn we gestart met twee jongerenprojecten. Eentje van Soneca en het andere is Replace. Vanuit Soneca zijn er 8 jongeren getraind op het gebied van VGV met als doel voorlichtingen geven. En zij richten zich met name op het maken van radio-uitzendingen en podcasts. Om op zo'n manier de doelgroepen te kunnen bereiken. En het andere project is Replace. Daar ga ik wat dieper op in, want Replace staat voor verandering in de aanpak van VGV in ons geval. En het doel van Replace is eigenlijk dat de verandering van binnenuit de gemeenschap komt. Door participatie van de gemeenschap. Om op die manier VGV te kunnen beëindigen. En als een voorbeeld van participatie zou je kunnen denken aan de sleutelpersonen. Waar wij heel nauw mee samenwerken. En wij willen graag hun kennis, hun kunde en hun culturele kennis inzetten. Binnen de gemeenschappen van Haaglanden. Om zo de gemeenschap ook te kunnen bereiken. Het is dus belangrijk voor Replace in ieder geval dat de verandering van binnenuit gaat. In Den Haag zijn we gestart met een groep van 11 ervaren sleutelpersonen. En aan hen is de vraag gesteld op welke groep zij zich willen richten in het kader van Replace. Dus wie zijn er nou belangrijk om de veranderingen met betrekking tot stoppen van VGV van binnenuit te kunnen bewerkstelligen en voort te zetten. En wat is dan daarbij hun aanwezige kennis over VGV? Wat kunnen hun belemmeringen zijn? Dat soort zaken. Sleutelpersonen hebben gekozen voor de jongeren, jongvolwassenen eigenlijk, tussen de 18 en de 30, 35. En de reden is dat zij, de jongeren zijn, de jeugd heeft de toekomst, maar het zijn ook de toekomstige professionals, de opvoeders, moeders. Dus daar valt heel veel te halen, om het zo maar te zeggen. We hebben de ervaren sleutelpersonen hebben eerst een verdiepingstraining gegeven. Met betrekking tot opvoeding, seksualiteit. Maar ook even weer opfrissen de kennis over VGV. Ze zijn ook getraind in het werven en begeleiden van jongeren. Ze hebben bijvoorbeeld een wervingsfolder moeten maken. Ze hebben geleerd hoe ze jongeren kunnen motiveren om mee te doen aan het project van Replace. En vervolgens moesten alle sleutelpersonen moesten zelf een aantal jongeren werven. Waarvan zij dachten dat die gemotiveerd en geschikt waren om aan Replace mee te doen. En het idee daarbij was dat de sleutelpersonen eigenlijk de mentoren zijn. En de jongeren de zogenaamde mediators. Die zij gaan begeleiden. De mentoren gaan de jongeren dan begeleiden in hun activiteiten. Nou, vervolgens hebben wij, 21 jongeren hebben we getraind. Die nu weten wat VGV is, wat het beleid is, hebben er kennis over gekregen. En er zijn er momenteel 15 van de 21 zijn echt actief. En eind vorig jaar is er in gezamenlijk overleg tussen de mentoren en de jongeren een aantal activiteiten bedacht.
om het gewenste doel van replays te bereiken, namelijk het stoppen van VGV. Maar verandering is niet alleen het aanbieden van activiteiten. We denken ook na over hoe we die activiteiten nu, of hoe de situatie nu is en hoe we dat ervaren. En hoe we werken aan een nieuwe situatie. Want we hebben nu een situatie waar jongvolwassenen kennis hebben en durven spreken over taboe-onderwerpen, taboe-gevoelige onderwerpen eigenlijk. En dat is heel belangrijk om het idee van replays voort te zetten. Je kan je voorstellen dat het een soort inktvlek is die steeds breder wordt, waardoor steeds meer mensen zeggen stoppen met VGV. Maar daar kan Nabila, dit is een van de jongeren, die kan daar veel meer over zetten. Zij is heel actief en ze is getraind. Dus ik wou het eigenlijk nu overlaten aan Nabila. Dankjewel, Jeanette. Ja. Jeanette, we zien ook jou zo terug. Welkom, Nabila. Dankjewel. Hartstikke fijn dat jij, ook jij erbij bent vandaag. Jij bent dus een mediator, dus niet een sleutelpersoon, maar een mediator. Klopt dat? Klopt. Ik ben een mediator. Ik ben getraind sinds vorig jaar door EFSA en GGD Den Haag. En dat was, ik ben al eigenlijk veel langer, weet ik heel veel van GGD, omdat mijn moeder een sleutelpersoon is. En zij was al sinds 2006 volgens mij al bezig met EFSAN en getraind worden en dat soort dingen. Dus ik wist er heel veel van, maar nog niet genoeg om zelf actief aan het werk te kunnen. En dus sinds vorig jaar ben ik een mediator. Dus jouw moeder die was een van de eerste sleutelpersonen die eigenlijk getraind is destijds, hè? Ja, klopt. Ja. En wat maakte dan dat jij in haar voetsporen wilde treden? Of dat jij je ook met dit thema wilde bezighouden? Ja, ik hoorde altijd van mijn moeder, dus ze organiseerde van die huiskamergesprekken en van die voorlichtingen, dat soort dingen. En dan was ik daar als klein meisje altijd bij. Dus ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. En ik wist er wel het een en het ander van, maar niet op de manier waarop wij dus de training hebben gehad. En dat is dat is een hele uitgebreide training, ook over van alles, dus ook de cultuur, maar ook de vormen van VGV en vanuit gezondheidsperspectief en het hele beleid, dat soort dingen. Dus, en ook bijvoorbeeld dat er stappen zijn hoe je mensen moet benaderen op een bepaalde manier en hoe je gesprek zou moeten aangaan. En dat soort dingen. Dus dat is toch heel anders dan wanneer je je moeder in het Arabisch hoort praten, want mijn moeder heeft een andere doelgroep dan ik. Het was toch heel anders om dat op deze manier te ervaren en op deze manier getraind te worden. Dus. Want Nabila, kan je ons wat meer vertellen over wat jij dan leert, hè, in de training? Want je zegt, je leert verschillende fasen of hoe je mensen moet benaderen. Wat leer je dan? Ja, ze hebben ons dus eigenlijk meegenomen, tenminste in de training, hebben ze ons mooi meegenomen door het hele proces. Which is aan het begin bijvoorbeeld vertellen waar het voor kwam en hoeveel vrouwen daar eigenlijk onder lijden. En dat soort dingen. En daarna zijn we verder gegaan naar cultuurgerelateerde dingen. Dus waar komt het nou eigenlijk vandaan en wat is de achterliggende gedachte? Waarom doen mensen aan VGV? Voor de rest, en daarna zijn we verder gegaan met bijvoorbeeld religie. En dat mensen dus denken dat het vanuit religieus perspectief moet. En tot slot, volgens mij waren we ook terechtgekomen bij de motivatie van het gesprek. Motivatiegesprek en de stappen daarvan. En dat was heel mooi om mee te krijgen. Dus dat bestaat uit een aantal fases die je moet belopen om een gesprek aan te gaan. Nabila, ik hoor dat het geluid bij jullie zakt een beetje weg. Willen jullie heel even kijken of je misschien iets dichter bij de laptop kan zitten? Oké, zo. Ja? Oké. Volgens mij is het beter zo, dankjewel. Even kijken, dus je zei van in die training je krijgt kennis, maar je krijgt ook informatie over gedragsverandering eigenlijk, hè? En over, want dat lijkt me nogal ingewikkeld, want je komt natuurlijk in, jullie komen denk ik ook in contact met mensen die bijvoorbeeld nog heel erg voor meisjesbesnijdenis zijn. Hoe,
Of dat zou kunnen. Hoe leer je daar je in de training op voor te bereiden? En hoe leer je om dat gesprek aan te gaan? De motivatiegesprek, dat heeft een aantal fases. En het klopt inderdaad, ik kom dus uit een community waarbij VGV dus nog best wel vaak voorkomt. En dus die stap, dat is gewoon heel belangrijk. Je gaat eerst vragen natuurlijk om toestemming en dan ga je proberen om kennis over te brengen. Maar je moet wel een vertrouwde omgeving creëren voor diegene, voor die mensen. En dan heb ik het met de mensen die pro-VGV zijn. En dan gaan we proberen te sparren daarover. En je gaat eerst goed luisteren, vertrouwde omgeving creëren en dan pas een beetje meeveren en dan proberen om kennis over te brengen. En dan hoop je uiteindelijk dat er actieve verandering plaatsvindt. En dat diegene ervan overtuigd is en mensen om zich heen gaat het overtuigen van zijn of haar standpunt. En dan tot slot, wat ik eigenlijk ook nog een mooie fase vind van deze stappen, is de laatste fase. Dat is dat er ook nog kans is dat er terugval is. En mijn rol als mediator daarin is natuurlijk dan ondersteunen en blijven gesprekken voeren en dicht bij de pro-activist blijven staan. In dat geval is dat dan niet meer een pro-activist. Dus pro-VGV, dus dat hoop je dan. Dat je dan toch, ondanks dat iemand terugvalt door bijvoorbeeld sociale druk of wat dan ook, dat je dan toch dicht blijft staan bij diegene. Ja, dus je blijft eigenlijk constant, ongeacht de fase waar iemand in zit, probeer je in contact te blijven met... Blijven gesprekken blijven voeren, ondersteunen. Dus dicht bij diegene blijven staan. Mooi. Mm-hmm. Hey, en wat hoop jij te bereiken? Je bent als jongere heb je onlangs aangesloten. Je moeder houdt zich hier al heel lang mee bezig. Wat is jouw missie in dit verhaal? Ja, de reden dat ik hier in eerste instantie akkoord mee ben gegaan, is omdat ik jongeren wil bereiken die ook met VGV te maken hebben of eronder lijden of iemand kennen überhaupt die iets te maken heeft met VGV. En hopelijk op deze manier gesprekken kunnen voeren en gesprekken kunnen aangaan en kennis kunnen overdragen en bewustzijn creëren, wat heel belangrijk is. En want waarom is het zo belangrijk dat er bewustzijn komt op dit thema? Ja, misschien een beetje een gemene vraag, maar waarom vind je het zo belangrijk? Ja, het kan eigenlijk heel veel kanten op, maar ik ben dus misschien in de tweede generatie. Mijn ouders die komen uit Soedan en mijn moeder is dan de enige eerste generatie. En ja, wij zijn dan de jongeren van tegenwoordig en de volwassenen van de toekomst. Papa's en mama's van de toekomst. En misschien wel professionals van de toekomst. En het is gewoon heel belangrijk dat wij hier stappen in maken in deze fase. En zo uiteindelijk dan ook, zodat we dan ons steentje bij kunnen dragen aan het stoppen van VGV natuurlijk. En wanneer er bewustzijn is, dan kan er op een betere manier worden omgegaan met vrouwen die lijden onder VGV of überhaupt mensen die iets met VGV te maken hebben. Ik begrijp het. Dankjewel Nabila. Ik wil eigenlijk nu de gelegenheid bieden voor vragen ook vanuit het publiek. Ik ga even de chat er ook bij kijken. Ik zag dat er al een tijd geleden een vraag was gesteld. Zara, deze is voor jou. Merkt EFSAN dat door deze aanpak er ook minder meisjes besneden worden? Veranderen de opvattingen over de noodzaak van besnijdenis bij meisjes? Het is een goede vraag. Kijk, we hebben een heel lange tijd van dit onderwerp betrokkenen. En dan in het begin ook was heel moeilijk de mensen ook bijvoorbeeld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ook dat we doen altijd mannen en vrouwen apart. Maar gewoon, we hebben geen echt onderzoek gedaan bijvoorbeeld hoeveel mensen gestopt. Maar gewoon, wat ik heb gezien, dat meisje besneden is ook bespreekbaar geworden binnen de gemeenschap. Het is niet echt een taboe. Vergeleken met de 15 jaar geleden is totaal anders dan nu.
Ik zag niet dat iedereen bijvoorbeeld gestopt van de meisjebesnedenis. We moeten ook rekening houden dat veel mensen willen graag nog steeds doorgaan. Door de reden, traditie of religie ook speelt een heel groot rol. Maar gewoon, ik zie het vooral van de jongeren die hier geboren in Nederland of die hier kwamen op heel jonge leeftijd. Dat het is ook de verandering. We hebben ook wel gezien dat de kinderen die nu 30 jaar of 5 jaar, die ook getrouwd zijn. En ze hebben ook kinderen, ze willen niet hun dochters te laten besnijden. Dus het is wel verandering dat je kan ook zien nu binnen de gemeenschap. Daarnaast ook dat de social media nu speelt ook heel groot rol. Overal, je ziet van de YouTubers, heeft ook negatieve kanten dat sommige ook religieuze mensen promoten bij wat betreft van de meisjebesnijdenis. Maar de andere kant ook heel veel jonge mensen, ook uit Amerika of overal, die ook noemen survivors, die praten openlijk van de meisjebesnijdenis. Dus ik zie het voor mij, ik ben blij in de kant, omdat we kunnen ook onze bijvoorbeeld goede kant, dat heel veel mensen ook besloten hun dochters niet te laten besnijden. Maar ze willen niet ook praten over, omdat ze is nog steeds bang van de kritiek van de gemeenschap, vooral van de van thuisland en dat soort. Maar het is een wel verandering, eerlijk te zijn. Het is een wel verandering vergeleken met een aantal jaar geleden. En Nabila, zie jij dat ook bij de jongere generatie? Ervaar jij het nog steeds als een taboe onderwerp onder de zeg maar tweede generatie jongeren? Ja, het is veel, veel minder taboe dan bij de eerste generatie, maar het is nog wel een gevoelig onderwerp. En vooral omdat er misschien meisjes van mijn leeftijd dat nog wel mee hebben gemaakt. Dus ook jongeren. Maar of een moeder hebben of een oma hebben sowieso die er die besneden is. En die dan verwacht dat de nakomelingen dat daar ook gebeurt. Maar ik denk wel dat wij jongeren tenminste dat het makkelijker is om erover te praten. Jongeren onder elkaar. En ik denk dat we op deze manier ook makkelijker tot elkaar door kunnen dringen. Dus... het is een gevoelig en blijft een gevoelig onderwerp, maar het gaat al wel een beetje beter dan bij de eerste generatie. Dat denk ik zeker. Ja, dus gevoelig onderwerp is misschien ook een beter onderwerp, een beter naam dan taboe onderwerp, bedenk ik me nu. Dat voor ons jongeren denk ik dat wel het geval is. Ja. Maar Diana, ik ga iets toevoegen. Ook kijk, hè, maar ieder jaar bijvoorbeeld dat... sinds 2015, 16 komen ook heel veel vluchtelingen uit Eritrea. Dus ieder jaar komt ook een nieuwe mensen. Dus het is ook nog steeds taboe, de mensen die ook nieuwkomers in Nederland, of de nieuw vluchtelingen, dat is, ze zijn ook echt nodig voor de voorlichting. Okay. Andere generatie, bijvoorbeeld de jaren 90, totaal is anders dan de mensen van de nieuwkomers, bedoel ik, van de laatste 4-5 jaar, ja. Ja, dat is een heel belangrijk punt, Sarah. Want uit ons laatste prevalentieonderzoek zagen we dat ook. Hè? Er is weer een enorme toename sinds 2015 met name uit Eritrea. En dus er blijven eigenlijk eerste generatie mensen binnenkomen. Waarbij we zien van dat zeker bij de mensen die net nieuw zijn in Nederland. Dat er nodig is dat ze weten hoe de wet er in Nederland uitziet. Maar ook gezondheidsvoorlichting. Wat zijn negatieve gevolgen van VGV. Dat blijft eigenlijk nodig. Hè? Ja. Ik zie meer vragen in de chat. Het gaat nu hard. Even wachten hoor. In hoeverre zijn mensen open over hun opvattingen als ze voor meisjesbesnijdenis zijn? Geven ze geen sociaal wenselijke antwoorden tijdens bijeenkomsten? Sarah, wil jij daar wat over zeggen? De sociale wenselijke antwoorden tijdens de voorlichting. Veel mensen ook zeiden, meisjesbesnijden hoort verleden, Sarah. We hebben genoeg informatie gehad. We zijn niet echt nodig. Ga maar van de nieuwkomers ook maar bij ons. We gaan naar besneden, onze dochters. Dat soort verhaal. En ik weet zeker tijdens ook de jeugdgezondheidszorg of tijdens het consultatiebureau dat de antwoord komt. De sociale wenselijke antwoord. Dat de mensen, nee, dat hoort bij de verleden. Maar gewoon, ik ga altijd doorvragen. Hè, bijvoorbeeld, hè, dat sommige mensen, ze bedoelen wel, ze zijn echt besloten hun dochters niet te laten besnijden.
andere mensen, in mijn gevoel, ze zijn bang dat meisje besneden mag niet hier, is strafbaar, dan ze willen graag ook sociale wenselijk antwoord geven. Dus dit is ook de verhaal die bestaat altijd. Dat is niet weg. Denk je nou dat mensen eerder geneigd zijn om tegen een sleutelpersoon eerlijk antwoord te geven dan tegen een professional? Dat is ook lichter aan, hè, bijvoorbeeld. Dat ook, ik denk dat voor hun, als iemand wil, iemand die, ik zie het, het is niet een groot verschil. Onze mensen, eerlijk te zijn, ze hebben respect te hebben wat betreft bijvoorbeeld de professionals. Maar gewoon de andere kant, misschien ze zijn bang bij, bijvoorbeeld van de wetgeving en dat soort, of als een professional. En de gesloten personen, ja, de gesloten personen, ze zijn ook preventief groep, ze zijn ook dichterbij van de mensen. En ik weet zeker ook voor mij, jaren geleden, een Somali vrouw zegt dat, Sarah, ik wil graag mijn dochters in mijn hart laten besnijden. Ik wil graag, maar gewoon alleen, ik doe niet omdat hier, het is de wetgeving. Ik denk, het is ook lichter aan van de persoon, maar gewoon maakt niet uit van de gesloten personen. Aan de professionals, die hebben ook meer respect vergeleken met de gesloten personen, in mijn mening. Mm-hmm. Ja. Dankjewel. Ik zie hier de vraag. Zijn er ook mannelijke jongeren die als mediator zijn opgeleid? Nabila, kan jij daar wat over zeggen? Oh jee. even denken. De groep waar ik in zat, dat waren heel veel jonge vrouwen. Ik weet wel dat er mannelijke sleutelpersonen zijn. Dat weet ik wel. In de groep van mijn moeder en allemaal andere mensen. Dus ik weet wel dat daar mannen zijn. Getraind om sleutelpersoon te zijn. Maar onder de jongeren weet ik dat niet zo goed. Zahra, weet je wat meer? Ja, ik weet, volgens mij was het eentje. Eentje was het, toch? Bij Soneka. Ja, alleen eentje, maar gewoon, ik ben ook de trainer van dit groep, maar gewoon heel weinig. Ik denk eentje van een jongetje, maar meestal waren jong vrouwen. Ja. 30 tot 35 jaar, of minder van dat, 18 of 19. Uh-huh. Die waren vrouwelijk. Ja, voornamelijk vrouwen, ja. Voornamelijk, ja. En bij de sleutelpersonen, hoe zit dat ongeveer qua verhouding man-vrouw? In Den Haag of landelijk? Nou, landelijk. In een landelijk, waarvan bijvoorbeeld, wat betreft, we hebben mannelijke sleutelpersonen. Maar vergelijk van de vrouwen, ze zijn ook minder. We hebben heel veel vrouwelijke talen We hebben heel veel vrouwen die ook gesloten personen zijn, vergelijken met de mannen, ja. Er zijn mannen die ook afgelopen jaar getraind, maar sommige van hun ook uitvallen. Omdat ik ook kritiek, waarom doe je van deze zaken van de vrouwen en dat soort. Ze krijgen ook kritiek. Mm. Dus als je niet sterk bent, dan ga je ook uitvallen. Ja, je moet als sleutelpersoon volgens mij behoorlijk sterk in je schoenen staan, hè? Want ja, je krijgt ook wel aardig wat kritiek over je heen. Het is niet altijd een welkome boodschap, volgens mij. Maar we hebben hele goede mannen sleutelpersonen. In een aantal regio's, bijvoorbeeld in Den Haag ook. We hebben heel goed. Ook regio, ook IJsland. Ze zijn heel actieve mannen hier en daar. Amsterdam. Ja, heel goede mannen die ook echt sleutelpersonen zijn, ja. Ik zie hier nog een vraag. Er wil nog graag iemand beter uitleggen over wat het verschil is tussen een sleutelpersoon en een mediator. Nabila en Jeanette, mag ik die aan jullie geven? Komt u dan. Zal ik het vullen of jij? Wat wil je? Zal ik het proberen en dan kun jij me aanvullen. Okay. Maar ik denk dus, hoe ik het heb meegekregen, is dat een sleutelpersoon, dat zijn de mentoren. En de mediators, dat zijn eigenlijk de pasgeboren studenten, die worden ook misschien ooit sleutelpersonen naarmate ze ervaring opdoen. Maar in principe doen we heel veel hetzelfde. We zijn gewoon de schakel tussen achterban en de professionals. Dat is wat ik mee heb gekregen. En qua verschillen is dat wij jongeren dan gebruik kunnen maken van social media en dat soort dingen. En onze doelgroep zijn jongeren. Heel goed. Heel goed. Ja, dat klopt. Dat klopt als een bus. Ja. Oké, okay. Geen aanvullingen, Jeanette? Nee. Okay. Vertel ze. Helemaal mooi. Ik ga uitvoeringen hier, bijvoorbeeld van de mentoren. Mm-hmm. En ook de gesloten personen die we hebben getraind in 2007. Hè? Een van hun, ook de moeder van ook, Nabila ook, een van de mentor.
Dus de mentoren, ze zijn de oude sloten personen die echt heel ervaring hebben. Bijvoorbeeld, dit is mentors, dit is jongeren die zijn ook ordineren. En dan iedere bijvoorbeeld de mentoren heeft ongeveer 5 jongeren die ook ordineren van de alle activiteiten. Ja. Zij begeleiding, coaching, mentoring, alles. Ja. Ik begrijp het. Ik zie dat ik hier net nog één vraag heb gemist over mannen en vrouwen. De voorlichtingen die worden gegeven, hè, door bijvoorbeeld sleutelpersonen aan mannen en vrouwen uit de eigen gemeenschap. Zijn dat gemengd? Zitten mannen en vrouwen dan bij elkaar of zitten mannen en vrouwen apart? Het is een goede vraag. Het is ook lichter aan het niveau van de onderwijs. Hè. Bijvoorbeeld hoogopgeleid mensen. Het maakt niet uit dat de mannen en vrouwen samenkomen. Maar gewoon de nieuwkomers bijvoorbeeld. Het zijn de mensen, ook sommigen zijn heel gesloten, religieuze mensen. We doen altijd apart. Omdat de apart ook, aan de ene kant, het is een voordeel. Omdat de vrouwen kunnen alleen praten, bijvoorbeeld wat ze voelen en dat soort. Omdat ze zijn ook vrouwen. Als de mannen naast ze zitten, de andere vrouwen kunnen niet zomaar praten. Maar het is ook lichter aan voor de groep. Ja, en het land ook wel. Hè? Uit welk land komen, dat scheelt ook wel. Of het gemengd kan of niet. Ja. Ja, dus eigenlijk zeggen jullie, per groep wordt er bepaald wat handig is. Of mannen en vrouwen samen kunnen, of dat het beter is om gescheiden voorlichting te geven. Ja, precies. En daarvoor de jongeren ook, bijvoorbeeld de meeste voorlichting bij inkomsten, ze organiseren om echt een taal. Maar wat ik heb gemerkt, de jongeren ook, het is makkelijker voor hun in Nederlandse taal. Hè, tijdens de voorlichting of het debat voor hun is makkelijker qua taal ook van de jongeren, ook de mediators en alles in qua ook Nederlandse taal ook, is de beste van hun. Het is makkelijker om te communiceren in Nederlandse taal, ja. Even kijken, ik zie een vraag. Hoe kom ik aan de namen van de sleutelpersonen per regio? Maar dat is eigenlijk, Sarah, jij zei al, hè? Bel EFSAN. Ja. En het hangt ook een beetje per regio af, want in sommige regio's zijn er hele nauwe samenwerkingsverbanden tussen de GGD en sleutelpersonen. Ja. Dus, bijvoorbeeld in de regio Haaglanden of IJsseland zijn er hele... En ook in het noorden van het land hebben regio... Ook Rotterdam. Van de jeugd en gezinnen, ja. Omdat wij zijn ook samenwerking in de lokaal. Voor mij, ik bedoel van een landelijk niveau. Bijvoorbeeld, je kunt ook contacten maken bij ons. Van de EFSAN terecht. Van de sleutelpersonen eigenlijk. Wij zijn sturing op een landelijk niveau. Van de sleutelpersonen. Maar we zijn ook samenwerkingen, bijvoorbeeld Haagland. Hè? Dat is ook of iemand dat we kunnen elkaar welke ook sloten personen hier en daar. Ze kunnen ook contacten maken, bijvoorbeeld Haagland en EGGD's. Maar gewoon op een landelijk niveau of als je wilt of je hebt geen regio sloten personen. Je kan altijd contacten maken bij de EFSAN. Ja, we hebben geen lijstje met namen en telefoonnummers van sleutelpersonen. Want dat is eigenlijk... meer hun privacy. Dus dat willen we niet. Ze kunnen altijd via GGD of via EFSAN kunnen ze sleutelpersonen contact opnemen. Ja. Dus voor alle mensen die nu graag in contact willen komen met een sleutelpersoon, super. Benader de EFSAN of eventueel de GGD in jouw regio. Op de website van Faro staan ook sociale kaarten van een heel aantal regio's met contactpersonen van de GGD. Dus daar kan je eventueel ook te rade gaan. Even kijken. Een vraag aan Sarah. Ik werk op een AZC en ik zie veel meisjes uit Eritrea. Er zijn weinig die tegen mij zeggen dat zij besneden zijn. En als ik erover vertel en uitleg geef over de wet, dan nog zeggen zij dat ze wel op de hoogte zijn. Want het is verboden en dat het verboden is in Eritrea. Ik vraag me af of dit echt zo is en of deze mensen niet meer in de toekomst hun dochters gaan besnijden. Hebben jullie hier ervaring mee of cijfers van? Dus ze zeggen dat ze niet besneden zijn omdat het in Eritrea verboden is. En zij vraagt zich af of dat nou echt zo is. Ja. Officieel in Eritrea is het verboden. Hè? Van de meisjesbesnedenissen, dat is waar.
Maar gewoon, ik weet het niet in de praktijk. Omdat ik heb gehoord ook dat de mensen in de platteland nog steeds ook doen. Ik heb gehoord van de sleutelpersonen uit Eritrea. Dus het is verboden, betekent niet. Bijvoorbeeld Burkina Faso of Mali of sommige ook West-Afrikaanse. Allemaal is besneden en ze zijn ook besneden. Bijvoorbeeld in Burkina Faso wel. De mensen gaan naar in Mali, de grens in Mali. En ze zijn daar hun dochters te laten besneden. Maar gewoon in mij, voor mij, wat ik denk, in mijn ervaring, dat de mensen ook ja, in Eritrea, misschien iemand die ook Eritrea, die zit ook in de groep, kunnen ook goed antwoord geven. Maar gewoon de mensen willen niet ook praten van dat is ook nog steeds heel taboe. En ze willen niet ook praten. En ze zeiden dat bijvoorbeeld toen ik was 3 maanden oud, of het is een heel lange tijd geboren. Dus ik wist niet, alles ook besneden of niet. Dat soort op de verhalen ook. Hoort, maar gewoon, ik denk het is waar dat meisjes besneden mogen niet in Eritrea, maar hoe praktijk dat waar is, weet ik niet. Als de mensen nog steeds doen of niet. Nee. Maar gewoon ook, ja, dat we moeten ook de voorlichting gaan gewoon door dat de mensen moeten weten dat meisjes besneden hoeft niet hier, mag niet hier in Nederland. Onze beleid is zero tolerance. Dat informatie geeft. En ik hoop dat dit jongeren, als ze ook al besneden zijn en dit informatie krijgen hun dochters te laten besneden. Dat is onze doel bijvoorbeeld in Nederland. Dat bijvoorbeeld als hun dochters niet laten besnijden, dat is ook, wij breken onze doel. So keep going van de voorlichting. Ja, en wat, voorlichting. Oh, sorry. Nee, ga je gang, Jeanette. Nou ja, wat in Eritrea denk ik ook meespeelt, is dat meisjes al als baby worden besneden. Hè? Dus ze weten vaak ook helemaal niet eens dat ze besneden zijn. Dat is natuurlijk zo lang geleden. Ze denken dat dat gewoon is. Ja. Ja, dus... Ja, maar ook, het is Eritrea, ook ligt eraan waar je komt vandaan. Hè? Het is Hageland, de Lage Land. Ja. De grens ook voor de Sudan is anders dan de andere. Dus ze zijn ook verschil. Hè? Binnen ook de Afrikaanse, iedereen ook, sommigen ook, ze willen niet praten over de meisjes besneden, omdat ze doen niet. In Senegal bijvoorbeeld is 26%. In Sierra Leone is 88%, maar de mensen in Freetown, die praktiseren niet van de meisje besneden is, maar de boten wel. In Ghana bijvoorbeeld, het is 4%, maar de mensen in de oost, in de upper east, dit is meer dan 40%. Dus het is achteraan welke regio komt aan dat soort. Bijvoorbeeld in Sudan, Somalië, de prevalence is heel hoog, het is hetzelfde. Maar sommige Afrikaanse landen, het is ook lichter aan. Waar kom je vandaan? Welke gemeenschap hoort erbij? Welke traditie? Welke stammen? Dat is ook lichter aan. Waar kom je? Niet iedere Afrikaanse dat heeft ook ideeën over de meisje besneden. Sommigen ook, die hebben nooit gehoord over de meisje besneden. Ja, dus dat betekent eigenlijk ook dat je als professional eigenlijk geen vooraannames kan maken. Hè? Dus je moet eigenlijk altijd open het gesprek aan blijven gaan en blijven verdiepen. Hoe denkt je familie erover, over dit thema? Is het nog steeds een traditie die in jullie gezin voorkomt? En wanneer, zo niet, wanneer is die dan gestopt? Ja. Dat soort vragen. Ja, ik heb gehoord zo en zo ook in Samar. Ik heb gehoord dat dit als een professional is, dat moet ook doorvragen en vraag stellen, ja. Ik zie echt opeens dat het 1:58 is. Ik krijg een seintje van mijn collega. In de chat staat een link naar het evaluatieformulier. We zijn altijd heel erg blij met alle input die wij krijgen. Dus graag als u die wilt invullen, hartstikke fijn. Voordat mensen eruit gaan, wil ik in elk geval al openbaar Zara en Jeanette en Nabila hartelijk danken voor jullie inbreng. En ik wou eigenlijk nog alle vragen behandelen, maar dat lukte niet. De vragen die niet behandeld zijn, die gaan wij in een nazending nog beantwoorden. Zara, Nabila en Jeanette, hartelijk dank voor jullie interessante bijdrage vandaag. Ik denk dat we allemaal weer veel meer hebben geleerd en begrepen waarom dat de inzet van sleutelpersonen zo belangrijk is. Het volgende webinar vindt plaats op 16 mei en dat zal gaan over VGV en seksualiteit. En vanaf morgen kunt u zich daar alweer voor aanmelden. Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid en bedankt allemaal voor jullie bijdrage. Tot ziens.